De opstelling van het Nederlands elftal. Goedenavond overigens voor het duel tegen de Ieren. Het zijn de bekende namen. U mist, maar dat wist u natuurlijk al, de Ajaxiden Ophof en Boeven, die beide geblesseerd zijn. Willy van der Kerkhof is de oudste met 31 jaar. Hij speelt bovendien zijn 50ste interland. En Gerald Vanenburg, hij is 19 jaar, hij is de jongste. De Ieren met meestal bekende namen, toch ook wel voor u. Het zijn allemaal profs die in Engeland spelen. Behalve dan Liam Brady die voor het Italiaanse Sampdoria uitkomt. Tony Kelvin van Tottenham Hotspur, hij is de enige debutant in dit zeer sterke Ierse team. Paul, begin maar op René van der Gijp als je wilt. Als Nederland aftrapt. Maar dat doen ze niet waarschijnlijk. Doen ze niet. En dit is de enige Nederlandse debutant met nummer 9, René van der Gijp. Sinds dit seizoen komt hij uit voor het Belgische Lokeren. De Ieren zijn in balbezit, Chris Hughton. En zo gaat dat meestal in de eerste seconden. De keeper in balbezit brengen, zodat iedereen, en zeker de keeper, de bal even heeft geproefd. Brady. Willy van der Kerkhof. De eerste overwinning is voor Brady. De bal tussen de benen doorgespeeld. Van der Gijp. Dat is meteen fors. Kreker past de voordeelregel toe. Willy van der Kerkhof. Van der Gijp. Schoenhaker zou moeten scoren. En Schoenhaker scoort ook. De wedstrijd is nog geen minuut oud.
René van der Gij, voorzet, McDonagh tast mis. O'Leary is te laat, Schoenaker prikt hem binnen. Nederland leidt met 1-0. Dan staat iedereen toch even raar te kijken bij zo'n snel openingsdoelpunt. Zeker ook de Ieren. Maar zeker ook alle critici van dit jonge Nederlands elftal. Want het zou vanavond in Rotterdam wel niks worden. Wat het wordt weet je uiteindelijk nooit. Maar Nederland staat voor bij deze vrije trap van Chris Hughton. Spel Bos. Met God en Van Breukelen. Spelbos. Slechte terugspeelbal. Willy van der Kerkhof bijna. McDonagh helemaal. O'Leary. Brady. De Ieren die zo zelfverzekerd naar Rotterdam zijn gekomen. En die tenminste een gelijkspel wilden. Dat kan natuurlijk allemaal nog. Lawrensen. Stapleton neergelegd. Krager fluit niet. Met God. Stevens. Martin. McDonagh. Brady die vanavond geen mandekking zal krijgen. Hij moet opgevangen worden in de ruimte door Willy van der Kerkhof en door Huub Stevens. Nu zijn er twee anderen bij hem. Grealish. Martin. Hughton. Grealish. Martin. Lange paas. Spelbos. Van der Gijp. Neergelegd door Gelvin. Willy van der Kerkhof op wijnstekers. Vanenburg. Spelbos. Brady jaagt. Spelbos doet dit. Willy van der Kerkhof met een lange paas. Een slechte paas. Het is Daly die onderschept. Lawrensen. Brady. Die rustig en vrij kan aannemen. Martin. O'Leary. Vanenburg jaagt hem op. En dan moeten ze terug, de Ieren, op McDonagh. Nick Martin met 49 interlands, de meest geroutineerde Ier. Opnieuw deze Martin, laat het dan aan Brady. Martin. Hughton draait handig weg van Vanenburg. En heeft een meter of 10 ruimte om uit te halen voor dit schot. Richting Dick Schoenaker, die uittrap van Van Breukelen. Het is Leary die wegkopt. Willy van der Kerkhof en Gullit voor het eerst in balbezit. Op een voor hem vreemde positie, linker spits, Stevens. Schoenaker buitenspel.
Lorentzen, Martin. Newton. Tony Kelvin. Grealish richting Martin. Alles behalve McDonagh, de doelman op de helft van Oranje. Brady, Grealish. Vanenburg tikt de bal voor Brady weg. Gullit. Met God. Stevens. Daar is niemand, behalve dan O'Leary. Grealish, de aanvoerder van de Ieren, speler van Brighton. Newton. Martin. O'Leary. Wie neemt het initiatief? O'Leary. Maar Van de Kerkhof doorziet dat. Vanenburg in een rol zoals Cruijff die bij Ajax speelt. Met God. Gullit. Over de hele, waar Wijnstekers goed is opgekomen. De voorzet van Wijnstekers. Gullit kan inschieten. Lange paas van Mick Martin, weggekopt door Huub Stevens was dat, richting René van der Gijp. Van der Gijp die toont hier in Rotterdam in zijn eerste interland dat hij er zin in heeft. Gregor wil dat niet, die felle acties van Newton. Het donkere mannetje daar tegen René van der Gijp. Spelbos, Van der Gijp, Willy van de Kerkhof, een paas op Stevens kan. Brady, omdat Stevens hem niet goed onder controle kreeg. Liam Brady zwerven over het hele veld, zoals hij dat een jaar geleden hier in ditzelfde stadion ook deed. Toen had hij een klever bij zich, nu niet. Grealish. Willy van de Kerkhof. Daly. Kelvin op rechts. Met knap solo werk. Knap is ook de tackle van Wijnstekers. Daly. Opnieuw ingooien voor de Ieren. Opnieuw Liam Brady aan de basis van een Ierse aanval, althans dat dacht hij. Van der Gijp, opnieuw neergelegd ook door Newton, die krijgt geel. Hij doet het niet, Gregor. Tastte wel naar zijn bovenzak, maar laat het. Willy van de Kerkhof dan naar de paas van Gullit. Veel Ieren, geen Nederlanders. Grealish is een van die Ieren. Kelvin. Robinson en Stapleton zwerven uit. Kelvin neergelegd. Mag doorgaan. Newton. Martin. O'Leary. Daly. Die vele omzwervingen maakte langs vele clubs in Engeland. Nu bij Coventry speelt. Lorentzen van Liverpool. Bal is binnengebleven.
rondspel Bos met een lange paas richting Van der Gijp die nu op links is. O'Leary en Lorentzen. Dit is O'Leary. Newton. O'Leary. Omzichtige opbouw bij de Ieren. Weinig lange halen. Veel elkaar de bal toespelen. Schoenmaker op jacht. Brady. Robinson. Lorentzen. Martin. Nederland laat de Ieren komen. Kan dat ook met die voorsprong? Kan rustig afwachten en kan misschien gaan counteren. Maar dan moet de paas van Medgod beter zijn. Op inzet, vooral van de Korphut, nu in balbezit. Samen met Schoenmaker. Spel Bos. Wijnstekers. Vanenburg. Met God. Spel Bos. Daar kan Vanenburg nooit bij. Toch een ingooi voor Nederland. Niet in je zak steken. Wijnstekers, de aanvoerder van Oranje. Vanenburg. Overtreding, Kelvin. Van der Gijp. Voor de zoveelste keer een overtreding tegen René van der Gijp. Hij lokt dat ook uit, maar het zijn overtredingen. Schoenmaker in de muur. De muur die volgens Kregger precies op 9 meter en 15 centimeter moet. Van der Gijp zelf met de vrije trap. Hard. Via een Ier. En nog eens via een Ier. Lorentzen. Het is de eerste hoekschop van Nederland. Gerald Vanenburg in de 13e minuut. Een slechte hoekschop. Dat moet buitenspel zijn voor Vanenburg. Is het ook. Brady. Stapleton. Uitstekende spits is dat, Frank Stapleton. Robinson. Van de Korphut dringt hem naar de zijkant. Een ingooi dan. Brady richting Daly. Grensrechter vlacht. Waarschijnlijk voor een overtreding van Daly. Zo is het ook. Gullit komt de bal halen naar die paas van Medgod. Stevens. Medgod. Van Breukelen denkt er anders over dan Medgod. Hij wil ver weg van zijn doel. Ja, Vanenburg en O'Leary, dat kan natuurlijk nooit. Vanenburg kan dat nooit winnen. En Gullit is erbij. Geeft een goede voorzet. Via de punt van de schoen van Newton is het de tweede hoekschop voor Nederland. Precies een kwartier gespeeld bij deze corner van Gerald Vanenburg. Weer slecht, dat mag een speler van zijn klasse toch niet overkomen.
Nu, Vanenburg. Dat is goed, die opening op Stevens. Schoenaker. Stevens vertrekt. En nu het vervolg. O'Leary. Schoenaker. Brady. Newton. Van der Gijp, die revanche haalt, zijn gram haalt op Newton. En dat natuurlijk niet moet doen. Brady met de lange voorzet. Overtreding van Robinson tegen Van der Korput. Van der Korput wachtte te lang, want Willy van der Kerkhof buiten uw beeld. Vertrok razendsnel, maar kreeg de bal niet. Nu is hij hier op de rand van buitenspel. Daar is de voorzet. Het is Lorentzen die verdedigt. Spelbos richting Wijnstekers. Martin. Grealish. Lorentzen. Brady, de man die bij alle Ierse aanvallen betrokken is. Daly. O'Leary. Ze staan wat onwennig te kijken daar, die centrumverdedigers. Waar zijn hun tegenstanders? Die zijn er niet. Net als Ajax vorige week in Glasgow tegen Celtic. Laat ook Nederland de lange Ierse centrumverdedigers zwemmen. Brady. Het idee was goed, Spelbos doorzag het. En nu de counter. Gullit is snel. Schoenaker zegt daar naartoe, naar rechts. Daar is Vanenburg. Gullit zelf. Goede aanval van Nederland. Dan zelf maar, denkt David O'Leary. En daar is dan ook de lange paas richting Stapleton. En dan is het altijd oppassen geblazen. Spelbos weet dat. Newton. Galvin. Wijnstekers tackelt hem. Dit soort situaties zijn gevaarlijk bij de Ieren. Omdat Brady meestal zich bemoeit met die spelhervattingen. Buitenspel voor Stapleton. Michel van der Korput en Spelbos. Gullit. Schoenaker. Gullit. En nu een prima reactie van McDonagh. Het is de derde hoekschop van Nederland. Na deze prima doelpoging van Ruud Gullit. Die profiteerde van het goede doorkoopwerk van Dick Schoenaker. Vanenburg met de hoekschop. Gullit is daar om te koppen. Raakt hem ook. En dan is het weg is weg door Galvin. Stevens. Wijnstekers. Knap uitgespeeld. Newton daar door Stevens en Wijnstekers.
onzekerheid daar toch, maar het is McDonagh die redt voor de Ieren. Kelvin en Schoenaker. Gefloten door Ivan Kreger. Slordige paas van Martin daar op Willy van de Kerkhof. Van de Kerkhof probeert te versnellen. Martin snijdt hem de pas af. Obstructie, anders gezegd indirecte vrije trap voor Nederland. Kort op Van de Gijp. Met God. Spelbos. Wijnstekers. McDonagh. Wijnstekers doorziet dat paasje van Liam Brady op Stapleton. Van de Kerkhof op Van de Gijp en die is erg snel. Martin doorziet dat en tikt goed terug. Newton. O'Leary speelt zijn hele leven al bij Arsenal in Londen. Brady, terwijl O'Leary doorgaat. Daar is hij. Slordige paas van O'Leary, het loopt goed af voor de Ieren. Lawrenson. Martin. Omdat Schoenaker stoorde, kan Martin alleen maar dit. Het zit ze toch niet lekker, de Ieren, deze tactiek van Kees Rijvers. Met af en toe weinig mensen voorin en dan weer veel. Veel opkomende middenvelders. Brady. Spelbos duwt tegen Stapleton. Van Breukelen profiteert daarvan. Schoenaker en Wijnstekers. Gullit. Nu helemaal terug in zijn eigen verdediging. En dan de demarrage. Eén man te veel. Die ene was Martin. Met God verliest de bal. Probeert dat te herstellen. Brady. Robinson. Goed werk van Willy van de Kerkhof. Goed nu ook van Met God. Mogelijkheden voor Nederland. De paas van Met God is heel slecht. Kelvin. Grealish. Brady. Altijd maar weer Liam Brady. Daly kan uithalen. Van Breukelen. Robinson. Nog altijd Robinson in duel met Van de Korput. Heel knap verdedigd Michel Van de Korput. Vanenburg assisteert. Gullit. Stevens. Van de Korput. Het gaat voorzichtig bij Oranje, de opbouw. Maar dat kan. Dat kan omdat Nederland voor staat. Spelbos. Van der Gijp. Kelvin, Stapleton en Brady. Nu een uitbraak van de Ieren. Met God probeert hens te maken. Kreger heeft ook gefloten. Robinson en Stapleton, de koppers voorin op deze vrije trap van Liam Brady. Veel duwwerk van Breukelen. Prima spelervatting van Hans van Breukelen. Dat is een smerige overtreding tegen de knie van Ruud Gullit. Een overtreding van Lawrenson.
Stevens. Vanenburg. De bekende schaarbewegingen van Gerald Vanenburg. En prachtig dat voetenwerk. Via Wijnstekers. Ingooi dus voor de Ieren. Martin. O'Leary. De vraag is waar naartoe? Naar Grealish. En dan ruimte voor Brady. Spelbos tackled Stapleton. Van Breukelen, u ziet hem daar bij de eerste paal. Wil een gelijkenis met Parijs voorkomen toen Platini hem ongeveer van die positie passeerde. Schoenhaker daar bij Stapleton. Grealish, Brady. Het is een ingestudeerde vrije trap van de Korpen, doorziet de truc. Van der Gijp en Kelvin. Kelvin is de boosdoener. Met God. Prima paas van Metgod op Willy van der Kerkhof, die precies op tijd vertrok. Die weliswaar de bal met de hand beroerde. Maar het heeft geen zin meer omdat McDonough ingreep. O'Leary en Brady. Stapleton. Spelbos direct bij hem. En duwen. En dus de vrije trap. Grealish, de man met de baard daar. Hij loopt weg. Laat het over aan Daly. Gekopt Kelvin. Het was ook buitenspel. Bescheiden aanmoedigingen vanuit de slecht gevulde Kuip in Rotterdam voor het Nederlands elftal. Dat tot nu toe redelijk voetbalt. Zonder echt tot hoogtepunten te komen. Of het moet al dat hele vroege doelpunt van Dick Schoenhaker zijn geweest. Maar ook de Ieren vallen bepaald niet mee. De Ieren die nu een vrije trap krijgen. Brady. Martin. Goed doorzien door Willy van der Kerkhof. Wie is sneller, René van der Gijp of Martin? Van der Gijp. En nu naar Vanenburg. Dat is eigenlijk buitenspel. Vanenburg had moeten scoren, doet dat niet. McDonough dan uiteindelijk. Prima actie toch wel van René van der Gijp. Stapleton en Daly.
Gelvin. Brady. Ingooi Ierland. Van de korte put naar die ingooi van Willy van de Kerkhof. Martin. En O'Leary. Brady. Newton. Er wordt steeds op tijd en ook collectief gestoord door Nederland. Nu was het Vanenburg. En ook Willy van de Kerkhof. En zij brachten de Ieren duidelijk in het nauw. Gullit. Neergelegd door O'Leary. Ruim een half uur gespeeld bij deze vrije trap van René van der Gijp. Weggekopt door Tony Grealish. Brady. Martin, Grealish. Terug omdat van de spitsen niemand vrij staat. Brady. Lorentzen. Daar ligt de ruimte voor Mark Lorentzen. Stapleton draait handig weg van het spel Bos en lokt een overtreding uit ook. Snel genomen die vrije trap. Opnieuw naar Brady. René van der Gijp zelf in de verdediging. Haalt de bal op. En dan die snelle demarrage. Zo kan Van der Gijp dat. Mensen uitspelen. Gregor past merkwaardig genoeg de voordeelregel toe. Of vindt hij dit geen vrije trap? Hij vindt het toch. En gelijk heeft hij. Met God kort op Vanenburg. Op links staat Stevens. Vanenburg verslikt zich. Dat is jammer, want er waren mogelijkheden. Lorentzen. O'Leary. Brady. Die waarschijnlijk zelf het nauwelijks kan geloven dat hij zoveel vrijheid heeft op het middenveld. Stapleton. Lorentzen. Met God. Oppassen, want Daly doorziet dat trucje van het eventuele terugspelen. Met God komt er met een beetje geluk goed uit. Gullit. Vanenburg. Wijnstekers. Willy van de Kerkhof. Vanenburg kan. Met God. Stevens. Die goed in dat gat is gelopen. En nu. Lang op Schoenhaker. Sterk in de lucht. Goed doorgekopt. Gullit. Ineens Wijnstekers. Prima schot.
Stapleton. Stevens corrigeerde. Maar de Ieren opnieuw. Daly. Brady. Van Breukelen moet nu komen. En doet dat prima. Van de Kerkhof. Vanenburg. Van de Kerkhof doorgesprint. Van de Gijp neemt het over. Vanenburg. Willy van de Kerkhof. McDonough. Robinson met een uitstekende versnelling is hij van de Korput kwijt. Die herstelt zich via deze tackle. De ingooi is van Daly op Brady. Retour richting Daly. Brady dan maar weer. Hij moet het toch doen. Die ideeën bedenken. Van Breukelen doorziet dit plan van Liam Brady. Huub Stevens, Schoenhaker. Schoenhaker duwt. Kelvin. Stapleton. Overtredingsspel Bos. En niet zo'n gering ook. Stapleton heeft pijn. Brady heeft haast. Nu moet iemand hem pakken. Niemand doet dat. Van de Korput komt wel weg. Daly. En dat is maar net. De eerste echte gevaarlijke Ierse aanval opgezet via Brady. Komt de bal bij Daly. Van Breukelen weliswaar in de goede hoek. Via de staande eruit. Juutenen van der Gijp. Martin. Stapleton krijgt opnieuw een tik van Spelbos. Spelbos dan naar Metgod en dan maar terug naar Van Breukelen. Ver van mijn doel. Dat vindt Van Breukelen. Lorentzen. Juten. Slordig, waardoor Schoenhaker Willy van de Kerkhof in balbezit bracht. O'Leary en dan ook maar terug naar McDonough. Echt hoogstaand is het niet deze wedstrijd. Af en toe technisch fraaie staaltjes van de Nederlanders. Maar de Ieren moeten het spel maken. Brady probeert dat ook hardnekkig. Maar zijn passes komen niet of nauwelijks aan. Vooral omdat de ruimtedekking bij Oranje goed verzorgd is. Schoenhaker geblesseerd, Quill is ook een beetje.
Schoenhaker en Grealish weer fit. Bij de zoveelste vrije trap van de Ieren. Met opnieuw natuurlijk in de hoofdrol Liam Brady. Spelbos kopt weg. Wijnstekers doet de rest. Het is niet nauwkeurig. O'Leary weet het ook niet precies. Daarom dit maar naar Martin. Gullit stoort. De paas van Martin richting Lorentzen. Uitstekende redding van Van Breukelen op het schot van Robinson. Een hele merkwaardige paas is dat hij bij Robinson terechtkomt. Van Breukelen staat ver voor zijn doel. Met uiterste krachtsinspanning voorkomt hij de gelijkmaker. Van der Gijp dan weer in die typische houding van hem. Ben Wijnstekers op die doeltrap van Jim McDonough. Wijnstekers in een andere rol dan bij Feyenoord, waar die linkervleugelverdediger speelt. Nu op het middenveld tegen Tony Kelvin. Wijnstekers opnieuw richting clubgenoot Gullit. Lorentzen wint het duel in de lucht. Stevens is gretig. Ik dacht via Stevens. En zo is het ook. Brady. Van der Gijp wacht. Newton. Kelvin, maar de ingreep van Wijnstekers is hard. Te hard, vindt Kreger. Brady. Van de Korput dacht te winnen. Hij won niet. Stapleton. Daly buitenspel. Het spel gaat door, maar de grensrechter vlacht. Van Breukelen grijpt in. Het is een hoekschop. Bijna rust. Bijna rust bij deze hoekschop. Het is de eerste van de Ieren van Tony Kelvin. Gullit kopt weg. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ja, er gebeurt altijd wel wat bij zo'n hoekschop in het strafschopgebied. Dus kan je makkelijk fluiten. Van Breukelen vindt het prima. Spelbos. Bal in de ploeg houden. Dat moet ook met God denken bij die 1-0 voorsprong. In de wetenschap dat het bijna rust is. O'Leary. Grealish. Brady. Dankzij Schoenhaker is Stevens in balbezit. En nu Schoenhaker zelf. Omvergelopen door Brady. En een gele kaart. In de blessuretijd van de eerste helft dan René van der Gijp. Martin. En dan is het echt rust. Nederland leidt met 1-0 door dat hele vroege doelpunt van Dick Schoenhaker. Tot zo.
op, jongens. Met God is eruit, of niet? Met God is eruit. Met nummer 12, dat is René van der Kerkhof. Hij gaat in de tweede helft meespelen in de plaats van Johnny Metgod. En het zal ongetwijfeld een omzetting tot gevolg hebben in het Nederlands elftal dat, zoals u weet, met 1-0 voorstaat. Van der Kerkhof daarvoor in uw beeld. Hij gaat aan de linkerkant spelen. En Stevens lijkt de positie van libero in te nemen. Dit is Spelbos. Daly op die uittrap van Van Breukelen. Spelbos. Willy van der Kerkhof. Vanenburg verliest van Grealish. Grealish begaat een overtreding. Vrije trap van de Korput richting Gullit, maar daar komt hij niet. Hij komt wel bij Kelvin. Brady. Newton. Stapleton loopt weg van Spelbos. Spelbos is fel en fors. De eerste vrije trap voor de Ier in de tweede helft. Brady. Robinson duwt Van der Kerkhof weg. Willy van der Kerkhof dan. Gullit eerder dan Martin. Nu de paas op René van der Gijp. Grealish en dan René van der Kerkhof. Het eerste balcontact en de eerste goede paas ook op Wijnstekers. Vanenburg. Willy van der Kerkhof. Nu links op het middenveld spelend. Tweelingbroer René. Willy gaat door buitenom. Daar is de voorzet. Daar is ook O'Leary. Robinson en Van der Korput. Ondanks de scherpe dekking van Van der Korput, toch Robinson. Stevens grijpt in en doet dat goed. René van der Kerkhof. Gullit. Vanenburg. Met risico. Van Breukelen. Fel begin in de tweede helft. Hoog tempo ook. De Ieren moeten natuurlijk. René van der Gijp. Brady. Martin, Newton, Van der Gijp jaagt, fel als nooit tevoren in zijn eerste interland. Het helpt bijna, het storen van Van der Gijp. Newton, Martin, Stevens nu als corrector in de defensie. O'Leary. Brady. Nu is het Gullit die hem moet afschermen. Gullit die kijkt en die niet hapt. De paas is op Grealish. Schoenmaker houdt hem binnen. Via de voet van Newton. Martin. Newton en Martin. En dan opnieuw dat storende werk van Oranje voorin. Het brengt de Ieren uit hun ritme.
Maar toch komt de bal bij Brady. Weinig treinwinst, Grealish. Opnieuw Grealish. Brady. Pas is te lang. Vanenburg nu in een rol die hem liever is op het middenveld. Meer in balbezit. Dan komt zijn spel beter tot uiting. Spelbos. Stevens. Het is in die nieuwe bezetting even zoeken voor Nederland. Willy van de Kerkhof. René start. Gullito. Willy. René. Man uitspelen, dat doet hij graag. Goeie voorzet ook. Hoekschop via het hoofd van Mick Martin. Spelbos voorin op deze hoekschop van René van de Kerkhof. Wijnstekers ineens. McDonough, nieuwe hoekschop. Wijnstekers met de hoekschop. Goed verdedigd Kelvin. Vanenburg. Spelbos. Kelvin doorzag dat wat Spelbos wilde. Hij wilde Wijnstekers bereiken. Grealish. Gullit ongekend fel. Goed van Willy van de Kerkhof. René. U ziet dat. Duidelijk meer mensen voorin bij Oranje. Rijvers wil dus meer aanvallen. De paas van Vanenburg kwam niet aan. Wijnstekers zet opnieuw in. Van der Gijp. Wijnstekers. Van der Gijp. Wijnstekers. Ineens schieten. Het is te makkelijk voor McDonough. Brady, Newton. Spelbos. Newton en Vanenburg, twee dwergen. Newton wint, het duel in de lucht. Wijnstekers, Brady. Grealish. Spelbos. Schoenaker. Ruimte voor Gullit. Op snelheid en eerst snel. Van der Gijp, O'Leary. Van de Kerkhof, René. Goeie voorzet. Gullit had hem eigenlijk moeten laten lopen voor Schoenaker. Schoenaker in volle snelheid terug omdat Brady in balbezit is. Grealish. Iemand moet Grealish nu aanvallen. Vanenburg doet dat. Schoenaker assisteert. 2 tegen 1, het mag van Kreker. Het schot is van Daly, van de Korput. René van de Kerkhof. Opmerkelijk veel in balbezit al. In de 8 minuten dat hij nu in de wedstrijd is. Misverstand tussen Gullit en René van der Gijp. Martin voor Ierland. Van de Korput weggezet door Robinson. Vanenburg. Stevens. Vanenburg. Op links zou Willy van de Kerkhof kunnen. Vanenburg doet dit op rechts, Gullit.
Daar is de voorzet van Gullit. Daar is ook Schoenhaker sterk in de lucht. En McDonagh. Overtreding spel Bos. Hens. Opstomend Tony Gelvin. Tackle spel Bos. Ik dacht correct. Gregor niet. Brady met de vrije trap. Newton. Brady. Altijd weer die hoge voorzetten richting Robinson. Die o zo goed kan koppen. Maar die ook zoveel overtredingen maakt. Zoals deze. Vanenburg kijkend waar naartoe. Een paas met risico. Te veel risico. Daly. Lorentzen. Martin. Newton. Steeds weer diezelfde opbouwpatronen bij de Ieren. Van de vleugelverdedigers naar de centrumverdedigers. En dan altijd weer naar Liam Brady. O'Leary schuift in. Schoenhaker moet mee. Martin. O'Leary, het is steeds het probleem verleggen. O'Leary, 10 meter treinwinst, 40 seconden balbezit. Brady, Stapleton en opnieuw die felle tackle van spel Bos. Stapleton is terecht boos. Daar krijg ik ze steeds, zegt Stapleton, tikken tegen mijn enkel. En een Achillespezen. Wilt u daarom denken, meneer Kreger? Het blijft altijd spannend bij die vrije trappen van Liam Brady. Een metertje naast. Gullit. Van der Gijp. Lorentzen doorzag dat. René van der Kerkhof stond kansrijk. Tussen de benen door van Vanenburg, Brady. Geen voordeelregel. Martin, Gelvin, doet dat graag, versnellen en dan de voorzet. Via het been van Gullit is dit de tweede hoekschop van de Ieren. Newton, nog verder van de goal, Brady, spelbos. Willy van de Kerkhof, O'Leary in zijn rug, van de Kerkhof wint. Schoenhaker. Met geluk bij Willy. Gullit. Duwt Martin omver en krijgt dan een koekje van eigen deeg. Mag doorgaan, Ruud Gullit. Dit is slordig, daar had meer in gezeten. Het is jammer ook. Stapleton. Andere kant. Brady, Martin, O'Leary, René op jacht, maar hij is alleen. Martin, Stapleton, knap aangenomen die bal, spelbos, Brady dan, Lorentzen. Van Breukelen tast mis. Spelbos heeft gelijk. Hoekschop.
Druk van de Ieren wordt groter bij deze hoekschop van Tony Galvin. Krijgt hem retour van Newton. Neergelegd Gullit. Vrije trap, Brady. Stapleton kop door. Dat was buitenspel van Breukelen. Ver van der Gijp. Stond buitenspel. Het loopt voor de Ieren goed af. Lorentzen. Galvin. Meer van de vleugel af nu. Vaak naar het middenveld. Deze Tony Galvin. Martin. Brady. Stapleton komt achter van de Korphut langs. Het is heel gevaarlijk. Het is maar goed dat Willy van der Kerkhof hem raakt. En het is ook een hoekschop. De derde op rij. De vierde in totaal. Snel Brady, die beseft dat tempo nu het enige doel is om de gelijkmaker te krijgen. Brady zelf. Daar is O'Leary. En het loopt goed af. Van der Gijp. Met de mogelijkheden voor een counter. Is sneller dan Grealish. Een uitstekende paas van de Kerkhof kan er net niet bij. Newton goed verdedigd. Lorentzen. Van de Korphut ongeveer in de achterzak van Robinson. Brady heel knap langs Schoenaker. En direct ook die tempoversnelling. Dat is het enige wat Vanenburg kon hem neerleggen. Het hoort eigenlijk niet bij het spel, maar het moest wel. Veel, zeer veel overtredingen heeft Nederland nodig. Gelukkig tot nu toe allemaal ruim buiten het strafschopgebied. Daly van de Korphut kan wegkoppen. Van Breukelen moet nu iets doen en doet het ook. Velbos. Schoenaker. Direct verlengen op Willy van der Kerkhof. Robinson zat ertussen. Brady schakelt over op een hogere versnelling. Is twee man kwijt. Stevens corrigeert, maar niet voldoende. Opnieuw Brady. Robinson kan koppen, raakt hem half. Het was buitenspel ook voor Daly. O'Leary op die doeltrap van Hans van Breukelen. Vanenburg. Gullit. Willy van der Kerkhof. Schoenaker. Heel even een adempauze voor Oranje. Schoenaker beseft dat terdege. Maakt er gebruik van. Tempo naar beneden. Vanenburg ook. Ieren grijpen niet in. Van de Korphut moet oppassen. Stapleton in zijn nek.
Wijnstekers. Spelbos. Van der Gijp. Spelbos. Een paas met risico van Spelbos. Komt met een beetje geluk bij Gullit. Die uithaalt met links. En een schitterende goal van Ruud Gullit. Het zou wel eens de bevrijding voor Oranje kunnen zijn. Oranje dat een minuut of 10 in de omzingeling, in de klem van de Ieren is geweest. Plotseling die uitbraak. Schoenaker bracht hevig storende bal bij Gullit. Die zich nauwelijks bedenkt, uithaalt via de vuisten van McDonagh. Het is 2-0 voor Nederland. Bijna 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Kelvin. Robinson legt hem terug op Grealish. Het schot is slap. Newton, Kelvin. De Ieren beseffen dat ze nu iets moeten doen. De bal is achter geweest. Gullit, Vanenburg, Spelbos, Van der Gijp, Willy van der Kerkhof. Communicatiestoornis, Grealish voor Ierland. Brady neemt over, ook een communicatiestoornis. Met mogelijkheden voor Willy van der Kerkhof en Wijnstekers. Die moet scoren, het is McDonagh die het voorkomt. En dan René van der Kerkhof, maar Gregor heeft al gefloten. Gefloten omdat Wijnstekers doorliep te fel op Jim McDonagh. De draadjes zaten niet goed aan elkaar in de Ierse defensie. Misverstand op misverstand. Willy van der Kerkhof paast op Wijnstekers die geen buitenspel staat. En eigenlijk had moeten scoren. Maar McDonagh verkleinde het doel uitstekend. Toen was er al gefloten en hoefde het niet meer. Jim McDonagh, in het dagelijks leven doelverdediger bij Bolton Wanderers. En nu voor de Ieren kan verder. Hij voorkwam de derde oranje treffer. U zag dat. Robinson. Kelvin. Willy van der Kerkhof, Van Breukelen.
Martin wint het kopduel van Van der Gijp. Juten. Gelvin steeds weer opstomend langs die linkerkant. Schoenaker onderkent dat en begaat een overtreding. Vrije trap op Stapleton. Verlengd op Brady. Tackles Spelbos. Balbezit Daly. Grealish. Gregor heeft het spel onderbroken. De grensrechter vindt namelijk dat een wisselspeler in het veld zich warm liep. En dat mag niet. Spelhervatting dus als volgt. De scheidsrechtersbal heel slim naar de Ieren. Brady. Daly. Lorentzen. René van der Kerkhof in een verdedigende rol. Het wordt een hoekschop. Het is de vijfde hoekschop van de Ieren. Brady doet het zelf. Van Breukelen, uitstekend. Spelbos. Stevens. Schoenaker. Moet de bal even bij zich houden en wachten op medespelers. Daar had meer in gezeten. Kelvin. Ja, die mag een beetje boos zijn. Want die had recht op een vrije trap. Van der Gijp. Dat is verstandig. Wachten op zekerheid. En dat is slecht van Willy van der Kerkhof. René vindt het ook. Martin. Brady. De man heeft ongelooflijk veel kilometers afgelegd. Zonder tot echt effectief spel te komen. Maar het kan nog. Daly. Lorentzen. De zoveelste overtreding van Spelbos contra Stapleton. En ook zoiets zou een gele kaart waard zijn. Nummer 14 is Waddock. Hij komt het veld in. Tony Gelvin is eruit gegaan. Brady. Stevens kopt weg. Wijnstekers voordat Brady opnieuw iets inventiefs kon doen. Van der Gijp is alleen voorin. Zijn storen helpt in elk geval. Voorkomt dat de Ieren snel kunnen opbouwen. Grealish. Martin. Stapleton. Waddock dan de invaller, spelend voor Queen's Park Rangers. Brady. Toch een voortreffelijke balbehandeling, Liam Brady. Frank Stapleton ook. Schieten Waddock.
Robinson naar die doorkopbal van Gary Daly. Tackle René van de Kerkhof. Robinson gaat door. IJzersterke spits. Daly. Brady. Prachtig tussen de benen van Willy van de Kerkhof door. De voorzet is ook goed. De kopbal is voor Hans van Breukelen. De kopbal van Stapleton. Brady op die pass van Lorenzen. Waddock. Martin. Lorenzen. René van der Gijp stoort als een bezetene. Het is wel eens anders geweest. Gullit. En Gullit werkt ook hard. En ook dat is wel eens anders geweest. Bij zijn club bijvoorbeeld. Bij Feyenoord. Van der Gijp. Gullit. En dat is het enige wat O'Leary kan. Uittikken. Klein kwartier nog bij deze ingooi van René van de Kerkhof. Gullit. Dat was zeker niet zijn bedoeling. Stapleton in balbezit. Heeft weinig hulp, moet dus wachten. Wachten op Waddock. Hughton op links. Martin gaat ook maar mee. Balbezit Brady. Schot met rechts. Van Breukelen bijna verrast. Prachtige actie van Liam Brady. Het schieten met rechts. Er zit een rare curve in die bal. Via de vuisten van Breukelen. Hoekschop. Chris Hughton. Ver van het doel. Stevens kopt hem nog verder. Grealish zet opnieuw in. Maar naar wie? Naar Waddock. Wijnstekers op jacht. Lorenzen. Daly. Dat doet Nederland goed. Dat storen. Waardoor de Ieren nauwelijks tijd hebben om de bal aan te nemen. Het is geen buitenspel voor René van de Kerkhof. Hij is terecht boos. Er wordt wel gevlacht en dus moest Kreger wel fluiten. Althans, hij zag het zelf niet goed. Stevens. Schoenhaker. Van de Korput. Spelbos. Hughton. Martin. O'Leary. Het is weer hetzelfde liedje. Die hele trage, voorzichtige opbouw. Het is weinig Brits. Weinig lange halen op de spitsen. Robinson en Stapleton. Die het moeilijk hebben voorin. Tegen Spelbos en Van de Korput. Waddock. Slordigheidje waardoor Brady in balbezit kan komen. Slordigheidje van Vanenburg. En dat moet een doelpunt worden. Het is een doelpunt van Daly. De paas komt in het hart van de Nederlandse verdediging. Vanenburg laat hem van zijn borst afspringen. Probeert hem dan terug te tikken op Van Breukelen. Brady doorziet dat. Stevens mist.
En Daly kan heel gemakkelijk scoren. Daly die bijna gewisseld werd. Ja, je moet een beetje een gelukkige hand hebben. Owen Hand heeft dat. En het wordt nog spannend voor Oranje. 10 minuten nog. Balbezit nu voor Schoenaker. Vanenburg. Schoenaker. Vanenburg. Ieren nu gretiger. Van de Korput. Schieten van afstand. Best schot. Weggewerkt door Martin. Van de Korput in balbezit met ontzettend veel ruimte. Denkt na wat te doen. En besluit tot dit. Afhalen. Op de lat. Brady met wijnstekers in de achtervolging. De tackle is van Stevens. Tempo omhoog bij de Ieren. Dat is logisch. Lorentzen. Stapleton. Lorentzen. Stapleton. Lorentzen zomaar vrij in het strafschopgebied. Gelukkig Willy van de Kerkhof en Van Breukelen. Gullit. Spelen op balbezit. Geen risico's nemen. Zoals dit. De paas van Stevens op Willy van de Kerkhof. René. Martin kop weg. Willy mag opnieuw inzetten. Wijnstekers is een mogelijkheid. Wijnstekers die daar diep gaat. Grealish is boos. Maar het is toch een hoekschop voor Nederland. Dankzij de inzet van Benny Wijnstekers. Hoekschop René van der Gijp. McDonough. Woodock. Daly. Willy van der Kerkhof, gretig. Plotseling mogelijkheden voor René van der Gijp. Het strafschopgebied in. Schieten met de buitenkant op de voeten van McDonough. Woodock. O'Leary. Brady. Als je te vroeg hapt bij Brady, dan ben je gepasseerd. Martin. Daly van de Korput red. Ierland opnieuw via Woodock. Twee benen van de Kerkhof. Woodock wordt neergelegd. Gregor ziet niets. Lorentzen enigszins in paniek. McDonough. Woodock, een fel mannetje is dat op het middenveld. Hij zorgt voor de tempoversnellingen. Lorentzen. Stapleton. Grealish. Kan schieten. 2 meter naast. Mike Walsh met nummer 15. Hij komt erin. En Gary Daly, de man van de goal, is de dugout ingegaan.
Schoenhaker. René zit achter zijn man, achter Juten. Brady, bal is uit geweest. 5 minuten nog bij deze ingooi van Huub Stevens. Kees van Kooten, 34 jaar oud, komt erin. Gerald Vanenburg, 19, gaat eruit. Vier minuten nog bij deze vrije trap van Schoenhaker op Stevens. Slordig van Huub Stevens. Woodock op Brady. Goeie ingreep Stevens nu. Grealish. Woodock. Van afstand. Van Breukelen goed omdat hij aangeraakt werd. Schoenhaker te laat, wordt ook met gestrekt been. Zo is het en niet anders. Schoenhaker opgelapt, vrije trap Stevens. Nog een minuut of twee. Gullit in balbezit. De voorzet van Gullit, O'Leary in paniek. Hoekschop René van der Gijp, kort op Wijnstekers. Terug van der Gijp, die graag het strafschopgebied ingaat. Woodock. Opnieuw van der Gijp. Ingooi Nederland. Laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. René van der Kerkhof. Weggekoopt door Lorentzen. Inzet Willy, prima schot. Van der Korput kopt weg. Van der Gijp. Zet Lorentzen opzij. En tart nu de Ieren. Maar houdt er wel een ingooi aan over. In de blessuretijd inmiddels. Willy van der Kerkhof weet dat ook. Weet dat het karwei er bijna op zit. Weet dat de wedstrijd bijna binnen is. En er zijn niet velen die dat hadden verwacht van dit Nederlands elftal. Woodock. René van der Kerkhof. De grensrechter geeft aan. Hoekschop. Nummer 8. Het betekent balbezit voor Oranje.
Dat betekent dat de winst bijna binnen is. Gullit legt hem terug. Op wie? Op Wolfs. Die doet iets doms. Van der Gijp, een ideale speler om de bal in de ploeg te houden. Vanwege zijn techniek en vanwege zijn lef. Kijk eens naar dit. Het is Iertje plagen. Van der Gijp, die voorin nuttig werk heeft gedaan. En die dan weet dat hij nog een vrije trap krijgt ook. Greger vindt het goed, de wedstrijd is afgelopen. Willy van der Kerkhof juicht. En met hem de andere spelers van het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal dat vooraf door iedereen kansloos werd geacht tegen deze Ieren. Het was Schoenaker die in de eerste minuut scoorde. Gullit in de 64e minuut en Daly bracht de stand op 2-1. Nederland wint van Ierland en blijft in de race voor het Europees kampioenschap. De stand in groep 7. Nederland dus 2 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Malta 1 wedstrijd gespeeld, 2 punten. IJsland 2-1. Spanje nog niet gespeeld, dus 0 punten. En Ierland door het verlies vanavond hier in Rotterdam 1 wedstrijd gespeeld en 0 punten.